Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Fashion Dilemma's met vandaag, zoals je in de thumbnail al kon zien, een persoonlijke vraag over het kiezen van de juiste BH. Ik vind het echt super dat jullie al je fashionvragen aan mij durven stellen, ook dat soort vragen. Natuurlijk ben ik niet op elk gebied een expert, maar ik heb mijn best gedaan om het weer zo goed mogelijk uit te zoeken. Dus straks zie je mijn advies. Natuurlijk is er deze aflevering ook weer de fashionstelling en die heeft vandaag alles te maken met de kleur rood. Veel van jullie zitten in de video met je mening op deze stelling. Niet allemaal dus, maar niet getreurd. Want tijdens de stelling komt er weer een poll in beeld die je kunt invullen. En dan kun je op die manier je mening toch laten weten. Dit is de uitslag van de stelling van afgelopen week. 52% van jullie vindt dat spijker op spijker zeker een goede combinatie is. Dus we kunnen lekker doorgaan met dat te dragen. En dan denk ik dat ik voor nu wel genoeg heb gepraat, want ik heb heel veel zin in het eerste dilemma. Hey Denise, ik heb laatst dit colbert gekregen en hij is best wel lang voor model, maar als ik hem draag lijk ik heel erg slonzig. Weet jij misschien een goede combinatie? Hallo Aisha, op het eerste gezicht ziet jouw jasje er echt super leuk uit. Ik vind de kleur heel erg leuk. En misschien is het wel een voordeel dat hij wat langer valt, want dan kun je hem ook op een wat leggingachtige broek aandoen. Want ik zou namelijk kiezen voor een strak model broek, zodat je het grote en het iets wat slonzige van het jasje wat uitbalanceert. Kies een leuk t-shirt eronder of een leuk blouseje om het nog wat chiquer te maken. En draag er hakken bij, dan voel je je ook weer wat minder slonzig. Ik heb deze broek met een soort van zigzag zebra print en dat valt heel erg wijd. Weet je hoe ik deze misschien leuk wil combineren om naar school bijvoorbeeld aan te doen? Hi Denise, ik heb onlangs deze heerlijke broek gekocht, maar ik weet niet wat ik erop moet combineren. Zwart en wit is zo basic en ik wil iets leuks op aan. Kan jij me helpen? Hoi Rose en Azita, ik heb de afgelopen tijd heel veel van dit soort dilemma's ontvangen. Daarom heb ik die van jullie ook even gecombineerd, omdat ik denk dat het best wel wat met elkaar te maken heeft. Zelf heb ik deze broek in mijn collectie. Er zitten verschillende kleuren in en een patroon, dus hij is al wat druk van zichzelf. En daardoor kies ik ervoor om één kleur uit de broek als top te gebruiken. Vooral voor jou, Azita, zou ik dus een kleur uit je broek kiezen. Dat groen zou bijvoorbeeld heel erg leuk zijn om op de bovenkant te dragen. En zo zie je dat je niet altijd voor zwart of wit hoeft te kiezen. Tijd voor het eerste deel van jullie mening op de fashionstelling. Ik trek nooit iets roods aan. Ik draag geen rode broeken of rode shirtjes, maar ik heb bijvoorbeeld wel een heel leuk jurkje in het rood. Dus het ligt er maar net aan wat je koopt, denk ik. Dag je Denise. Ik trek soms rood aan. Ik vind het te veel voor naar school. Nu draag ik ook iets roods, want ik ga zo sporten. Maar normaal zou ik niet echt heel snel met iets roods aan doen. Ik vind dat het wel kan voor mensen met bruin en met blond haar, alleen niet bij mij met rood haar. Ik vind zelf dat het best wel lelijk staat bij mensen, behalve als het echt bij jou past. Want rood is een uitdagende kleur, alleen als je het leuk vindt, zeg ik geen nee. Zometeen meer in deel 2 van de fashionstelling. Hey Denise, wij hadden een fashion dilemma, namelijk hoe kan je ervoor zorgen dat je los haar niet in de weg zit tijdens een toets als je geen elastiekje of zo mee hebt? Hallo meiden, nou de tijd dat ik mijn laatste toets maakte, dat was op de Pabo en is inmiddels 3 jaar geleden. Maar toen droeg ik mijn haar ook vaak op deze manier. Dan wilde ik het wel los doen naar school, maar het was ook weer irritant als het in mijn gezicht hing. Dus meestal droeg ik het naar één kant. Ik schrijf rechts, dus dan valt het al aan de goede kant omdat je je hoofd iets wat schuin houdt. Als je het echt vervelend vindt zitten en afleiden, kun je ook een schuifspeldje in je haar doen. Altijd handig om in een binnenvakje van je tas te hebben. Maar de ultieme tip is toch wel, en ik gebruik hem elke dag 24/7, gewoon een elastiekje om je pols doen. Dan heb je er altijd één bij je. In de 15 Facts About Me video die ik voor kerst heb gemaakt, vertelde ik dat ik eigenlijk altijd nagellak op heb. En toen dacht ik eens na over welke kleuren ik nou eigenlijk op heb. En eigenlijk is dat 9 van de 10 keer zwart. Of een hele donkere andere kleur die bijna zwart lijkt. En waarom begin ik hierover? Dat heeft alles te maken met deze vraag die mij gesteld werd. Ik vind het heel erg leuk om gekleurde nagellak te dragen. Maar ik weet niet echt heel erg goed hoe je ze moet combineren. Heb jij tips? Love you! Ik vind eigenlijk dat alle nagellakkleuren wel bij alles kunnen hoor. Maar als je een kleur kiest als lichtblauw of lichtpaars of zo, dan is het net jammer dat het niet bij je kleding staat bijvoorbeeld. Dus daarom kies ik eigenlijk altijd gewoon uit voorzorg een beetje een neutrale kleur die overal bij kan. Dus ja, dat is mijn tip. Misschien heb je er wat aan. Nou, rood vind ik wel kunnen, zeg maar deze kleur die ik aan heb. Maar andere kleuren rood
mij. Ik vind dat rood wel kan. Ik vind voor de roze sweater met een jeans heel mooi. Toevallig heb ik nu ook deze rode trui aan, dus ik vind het helemaal geen gekke kleur. Ik vind het echt een hele toffe kleur. Alleen vind ik wel dat je dan de rest van de kleding een beetje rustig moet houden. Ik vind dat iets rood dragen zeker wel kan. Want het is als ooit bewezen dat als je rode kleding draagt, je jezelf verzekerder voelt. Hallo, ik heb een soort probleem voor misschien een fashion dilemma. Ik heb voor mijn leeftijd best wel grote borsten en ik draag geen BH's, maar toch wel sport-BH's omdat BH's vervelend vindt. Maar het beweegt zo erg, wat kan ik dragen waardoor dat niet zo lijkt? Hallo, ik begrijp je probleem heel erg goed. Ik weet nog dat in de tijd dat ik BH's moest gaan dragen, dat ik het echt helemaal niet wilde. Maar ja, het moest wel, vooral tijdens de gym op een gegeven moment. Een tijdje terug kwam ik er via een vriendin achter die in een lingeriewinkel had gewerkt, dat ik dus eigenlijk al die tijd een te kleine BH heb gedragen. Ja, te klein. Ik had het nooit gedacht, maar zo zie je maar. Vaak denk je de juiste maat te hebben, maar laat er alsjeblieft naar kijken. Want ik denk als je de juiste maat BH hebt, dan voel je hem eigenlijk niet zitten en dan ondersteunt hij ook gewoon perfect. En ik kan je ook meegeven, wees blij met wat je hebt, want er zullen genoeg meiden hartstikke jaloers op je zijn. En in het begin kost het gewoon even tijd om de juiste BH's te vinden, maar ik weet zeker dat het je gaat lukken. Ja, BH's, we zijn heel blij als we ze uit mogen doen aan het einde van de dag. Maar ze horen ook wel echt heel erg bij onze outfits. Ik hoop dat jullie er weer iets aan gehad hebben. Doe een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren voor meer van mij van dit soort video's. Mocht je nou zelf met je eigen dilemma in de volgende aflevering willen komen, stuur je dilemma dan in via deze wegen. En dan zie ik jullie heel graag aanstaande dinsdag om 4 uur weer terug. Tot dan, doei!